In verband met de te verwachten grote veranderingen in het winkelen en het winkelbestand kiest de gemeente ervoor om het winkelgebied te verkleinen. Door de gevolgen van de informatietechniek moet het gebied zich omvormen tot belevingsgebied en ontmoetingsplek. Scholieren uit Woerden, Rondevene en Nieuwkoop kunnen deze zomer weer meedoen aan het project Zomerondernemer. Zij krijgen een startkapitaal om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf op te zetten. En worden geadviseerd door verschillende coaches. Op zaterdag 3 mei zal tijdens het politiek café aandacht aan de Europese verkiezingen besteed worden. Ruitertroef is erin geslaagd om de bekende Europarlementariër Wim van der Kamp naar Woerden te halen. Een smeeteizig hekwerk dat vroeger gebouw B op een Defensieeiland sierde, keert terug in de stad, al is nog niet bekend waar. Op de website van Stichting Hugo Kootenstein worden nog meer objecten genoemd die op een defensieeiland zouden moeten terugkeren. Onder de titel 'Hoe voorkom ik darmkanker' is de 24 uur van Woerden in het klooster van start gegaan. De opbrengst van het evenement is voor het inloophuis leven met kanker en het koningin Wilhelmina fonds. Op 9 en 10 mei vindt in wijkpark Molenvliet een wandelmarathon plaats.